Ik heb ook goede dingen gezien. Hè. Ik heb hele goede gezien vandaag. Ik heb jongens gezien die jammer genoeg minder in een stuk voorkwamen. Maar dat weet je, als je met een elftal aan de slag gaat, dan heb je meestal een mix van de twee. Hè. Mannen die zich heel goed voelen, die beslissend kunnen zijn. En dan anderen die op zoek zijn naar hun beste vorm. En als je met 11 topniveau haalt, dan ben je tot ongelooflijke dingen in staat. Dat hebben we genoeg bewezen, denk ik, in de voorbije 2 jaar in Europa. Als we met z'n allen een topniveau halen, dan kunnen we de allerbeste kloppen zelfs. Maar als je zoals vandaag met een aantal jongens top haalt, maar een aantal jongens echt moeilijk in stuk voorkomen, ja, dan is een resultaat zoals vandaag ook mogelijk. Hè? Dat hebben we ook gezien. Dus ik ga niet beginnen met... Ik ga jullie punten niet uitdelen per speler, maar ik heb daar uiteraard ook wel... ik heb het ook gezien, hè. Dus wat dat betreft, ja. We zitten nog in de voorbereiding. Als we het dan bekijken naar de competitie, maar oké, dit is wel al money time. Hè. Dit is al een wedstrijd waar het erop aankomt. En we hebben er eigenlijk voor gezorgd dat we het volgende week nog moeilijker gemaakt hebben dan het eigenlijk al was. Dus ik hoop dat we... In de komende dagen, dat er toch een aantal spelers zijn die in de komende dagen zich bewust gaan worden dat er nog wat stappen te zetten zijn.